Het Glazen Huis staat dit jaar in Haarlem, maar ook in de supermarkt hier in Bolsward zijn er acties opgezet. Ik sta hier naast een paal en daar kun je de bonnetjes van de flessen die je achterin kan gooien in doen. Nou, nu wil ik wel eens meer weten over de acties zelf en ik heb de mensen opgezocht die daarover gaan. Wat gaan jullie precies voor actie doen dit jaar? Wij gaan dit jaar samen met 4 vrienden steppend van Leeuwarden naar Haarlem. Dus pak een beet 150 kilometer. Samen met een bezemwagen proberen wij die tocht te volbrengen. En door middel van die tocht proberen wij geld op te halen voor het goede doel, voor Series Request. En hoe gaan jullie geld inzamelen? Wij zijn anderhalve maand geleden begonnen met de actie op te zetten. Een aantal avonden bij elkaar gekomen om het een en ander door te spreken. We hebben een actiepagina opgezet, een Facebookpagina hebben we opgezet en een Twitterpagina. En op die manier proberen we rondom Bolsward en bij onze vrienden en kennissen bekend te maken dat we bezig zijn met die actie. En dan kunnen mensen doneren via de actiepagina of ze kunnen onszelf geld geven. Of ze kunnen bijvoorbeeld bij de Jumbo hier in Bolsward hun emballagebon inleveren. Waardoor wij een mooi bedrag proberen op te halen voor Series Request. Er zijn al veel donaties geweest? Jazeker, er zijn al een aantal binnengekomen. Voor iedereen die dat leuk vindt, die kan op onze actiepagina kijken wie dat misschien zijn geweest en hoeveel het inmiddels is. Dat is www.kominactie.nl/bolsward-stept. En er zijn al verschillende donaties gedaan. Alleen we hebben nog anderhalve week te gaan natuurlijk, dus we hopen dat er nog veel meer bij komen. Jullie streefbedrag is 2500 euro, heb ik gelezen. Gaan jullie dat halen, denk je? Daar gaan we natuurlijk wel vanuit. We zitten bijna op 1000 euro. Dat is al een ontzettend mooi bedrag. En in principe is een streefbedrag leuk om aan te geven. Maar het mooiste is gewoon dat wij geld kunnen ophalen voor een goed doel. En het liefst natuurlijk zoveel mogelijk. Maar met alles wat we binnenhalen zijn we natuurlijk ontzettend blij. U gaat natuurlijk met de step. Heb je daar een beetje op getraind? Eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat een van ons vieren heeft getraind voor deze tocht. Wij hebben wel allemaal meerdere malen de Elfstedentocht volbracht. Dat wel, door middel van trainen. Maar nu gaan we gewoon op karakter en we zien het wel. We gaan gewoon knallen en hopen dat we het halen in Haarlem. Hoe lang gaat het duren, denk je? Wij schatten dat het ongeveer met pauzes en af en toe een stop wel 12 uur gaat duren. En u neemt ook een bezemwagen mee. Waar dient dat precies voor? Die bezemwagen die wordt bestuurd door een goede vriend van ons. Die gaat al jaren mee, ook met de steppers tijdens de Elfstedentocht, om hun te steunen. Door middel van bijvoorbeeld muziek wat bovenop het dak van het busje wordt geplaatst. Zo hebben wij een beetje afleiding tijdens het steppen. En hij heeft natuurlijk al het materiaal, eten en drinken, dat neemt hij mee in de auto. En is ook al een route uitgekozen of maakt het niet uit waar je precies langs gaat? Ja, we hebben van tevoren een voorverkenning gedaan. Op een motor. Die is een beetje illegaal natuurlijk over het fietspad gegaan om te kijken waar wij langs kunnen. Er zijn een paar puntjes wat misschien lastig gaat worden. Maar uiteindelijk moet alles wel goed komen en lukt het niet, dan zoeken we wel een alternatief. Het komt altijd goed. Heb je ook voor een bewuste step gekozen of heb je daar niet echt op gelet om te gaan steppen? Hoe bedoel je met de step die wij hebben? Ja, een speciale step is daarvoor uitgekozen of is dat niet het geval? Nee, wij hebben allemaal een eigen step. Nogmaals, omdat wij de Elfstedentocht ook steppen. En die step gebruiken we gewoon hiervoor. Dat is geen een bewuste keuze geweest. Zijn we ook voorbereid op de weersomstandigheden, mocht het nou heel slecht weer zijn? Nou ja, als je nu om je heen kijkt, is het natuurlijk behoorlijk hard windje ook. En tijdens de Elfstedentocht doe je een rondje en heb je de helft wind mee en de andere helft natuurlijk wind tegen. Nu gaan we als het ware in één lijn naar beneden. Wordt het zuidwestenwind met windkracht 5, 6, ja, dan gaat het natuurlijk een hele opgave worden. Maar ja, dat is dan niet anders. Maar we hopen op iets kouder weer, zodat het uit het noordoosten komt. En dat we het windje in de rug hebben, dan zal het iets soepeler gaan. Maar ja, we hebben het niet voor het zeggen, dus het is niet anders.